echt een issue. Hallo, goedemorgen! Het is maandag. School gaat weer beginnen. Nieuwe ronde. Nieuwe ronde! Jax heeft heel erg goed geslapen. Heel goed. Heel goed. Hij werd gewoon een kwartiertje wakker voordat mijn wekker ging. Dat was wel top. En Dies was zo enthousiast. Die kwam helemaal verliefd naar me toe, huppelen. Dus zei Jola, oh ik zie wat er aankomt, ik zie wat er aankomt. Wij mogen niet meer... Ja, we kunnen niet meer met z'n tweeën knuffelen, want Jola moet er altijd tussen. Altijd een groepsknuffel. Let's go. Are you ready? Mm-hmm. Hey! Hier is mijn gekke man, die is ook weer wakker. Hoi Jax. Hey. Ik ga straks aan het werk. Wanneer Jax zijn middagslaapjes doet, werk ik eigenlijk. En in de tussentijd... probeer ik gewoon lekker met hem bezig te zijn. Misschien dat ik weer ga sporten. Of morgen. Wanneer zou ik gaan sporten, jongens? Het wordt tijd. Echt waar. Kijk dan, Jax' broekje van de Hema. Hoe leuk is die? Is zo schattig. En daar komt hij. Ai, 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 ai. Oh, lekker hè. Blijf erin. Weet je wat ik nou wel eens grappig vind om te vertellen? Ik weet niet of er meer mensen zijn van jullie die best wel wat leeftijdsverschil hebben tussen de twee kinderen in. Maar er zijn toch wel wat dingen die me heel erg opvallen. En dat is toen Jola deze leeftijd had, toen vloog ik gewoon als stewardess fulltime. Het is gewoon net alsof ik de dingen helemaal niet meer weet. Dat ik bijvoorbeeld gewoon alles nu opnieuw meemaak. Maar ook veel bewuster of zo. Omdat ik nu dan gewoon veel meer tijd met hem heb. Dat is zo vreemd. Hoe deed ik dat met haar eerste hapjes? Had ze dan ook meteen elke dag iets? Of deed ik dat af en toe om te oefenen? Dat is zo gek. En ik heb wel dingen opgeschreven. Maar ja, dat zijn gewoon een bladzijde per maand of zo. Dus dat zijn gewoon een paar dingetjes. Het is heel anders dan nu. Nu leg ik natuurlijk ook alles vast. Dus dat moet ik allemaal terugvinden. Maar het is net alsof alles gewoon echt veel bewuster gaat. Dat Jola nu weer op school is, geeft mij wel weer wat meer tijd met hem alleen. En dat is wel lekker voor de rust ook. Om alles gewoon rustig te kunnen doen. Met volle aandacht voor hem. Op dit moment gaat de combinatie met werk echt super goed. Elk slaapje dat hij doet... spring ik gewoon snel in ons kantoortje achter de computer. En ga ik eigenlijk meteen heel efficiënt werken. Als hij dan weer wakker wordt, dan kleed ik hem weer aan. Dan gaan we weer naar beneden. En dan doe ik heel af en toe nog wel iets op mijn laptopje. Maar verder ben ik gewoon lekker met hem bezig. En die combinatie is echt supergoed. En het vliegen, dat ga ik dan straks of in het weekend doen. Of af en toe op een dag dat Bart voor Jax kan zorgen. Of mijn moeder. En dat is ook eigenlijk de reden dat hij voorlopig niet naar een kinderdagverblijf hoeft. Dat is fijn hè? Althans, vooral voor mama, lekker fijn. Soms denk ik wel eens van, nou, misschien moeten we 1 dag in de week doen. Jola die gaat namelijk ook 1 dag in de week naar de naschoolse. Maar ja, ik wacht er sowieso nog even mee totdat het echt nodig is. Ik kan het allemaal nog managen. Maar op een gegeven moment slaapt hij natuurlijk ook minder. Dus misschien dan. Maar we gaan het allemaal zien. I love you. I love you. I love you. Jola is weer terug van school. Hoe was je eerste schooldag, Jool? Leuk. Ja? We hebben een pakketje gekregen en dat is van eetspruit.nl. Dat moet je in de vriezer doen meteen. En dat is, jawel, helemaal vers eten voor Jax. Van 4 tot 8 maanden. Precies vandaag, echt serieus. Het is gewoon al weken niet voorgekomen. En precies vandaag is hij mega aan het huilen om in slaap te komen. Ik voel me echt heel erg rot eigenlijk om nu te gaan sporten. Ik moet gewoon die deur achter me dicht gooien en gewoon gaan. Ik kan het zo moeilijk loslaten. Het is echt een issue. Nou, ga maar. yoga was echt heerlijk. Grappig trouwens, want ik was helemaal vergeten dat we dus aan het einde altijd zo'n ontspanningsmomentje hebben. En eerst dacht ik altijd, saai, laat me maar gewoon naar huis gaan. En nu denk ik echt, even 5 minuten niks aan mijn hoofd. Hoe heerlijk. Ik heb nu ook weer echt zin om krachttraining te gaan doen eigenlijk. I feel good. Ja, ik heb weer gesport. Nu weet ik weer waarvoor ik sport. Niet omdat ik wil afvallen, dat ik me weer goed voel. En dat ik juist weer wat voller wil worden. Vooral hier. Man, alles is helemaal leeg, zeg maar. Ik ben nu dunner dan dat ik was voor de zwangerschap. En dat komt omdat ik toen veel spieren had. En die zijn dus echt wel gewoon in een jaar tijd een beetje, ja, uitgezakkerd en zo. Dus, maar goed. Het belangrijkste is gewoon sporten niet voor het uiterlijk, maar gewoon om weer lekker in mijn vel te zitten. En lekker even wat tijd voor mezelf. En gewoon fit te zijn. Gezond te zijn. En daarnaast komt dan dat ik krachttraining gewoon heel leuk vind om te doen. En dan hoop ik ook dat als ik krachttraining straks ga doen, dat ik weer een beetje beeld terugkrijg. Of dat in ieder geval, hoop niet veel voller, maar dat hij gewoon in ieder geval weer een beetje strak wordt. Niet zo flubber. Ik zal het nog wel een keer laten zien. Deze broek zie je het niet, want deze broek die heeft alles zo bij elkaar gehouden. Hallo, een hele goede morgen dinsdag. Morgen dinsdag, mama gaat sporten. Ja, ik ga weer sporten. Maar eerst Jola naar school brengen. Ik ben gewoon bijna de enige hier. Hoe chill is dat? Ik ga mijn afspeellijst weer opzoeken, jongens. Die is helemaal verouderd. Maar maakt niet uit. Knallen. Ik word meteen afgestraft voor mijn wilde gedoe. Aan mijn haarbel. Ja. Jezus. Af en toe ben ik echt nog niet helemaal terug op deze aarde, lijkt wel of zo. Mijn oorbel, die is dus kadoek. Oké, nou ja, boeien. Ik ga trouwens even voor iets makkelijks. Deze heeft Bart nog staan, dus I'm going for this. Dat is echt erg. Dat ik dat gewoon zo dronk. Banaan moet je er doorheen doen, maar dat heb ik niet. Godverdamme. Bart is wakker. Hallo, Bart. Oké, nou. En deze moet je dus niet nemen, maar Bart zegt net dat ik de verkeerde heb gepakt. Ja. Dit is de lekkere. Echt, ik raad je nou ja, lekkere. Nooit pea-protein. Pea, ja, dat is pis, man. Jongen. En ik heb gewoon zo lang dit niet gegeten dat ik ook niet meer weet hoeveel. Oh, hier zit een schepje bij. Pea is erwten. Dus je moet geen erwten nemen. Oh. Ik neem een halve, want ik heb helemaal geen... Dit is rijst wat je neemt. Ja, maar ik ben nu helemaal misselijk. Snap ik. Beter. Dit is gewoon zonder smaak. Dit is gewoon prima. Zo, ik ben alweer opgefrist. Dat is eigenlijk echt het allerlekkerste, hè? Wanneer je gewoon in sportkleding springt wanneer je wakker wordt. En dan helemaal vies gaat sporten. En dan wanneer je terugkomt van sporten gaat douchen. En dat dan eigenlijk pas echt je dag begint. Dat is heerlijk. Dat is de beste manier, vind ik. Tadaa! Een microfoon voor mijn spiegelreflexcamera's. Dus dan worden de extra video's weer beter qua geluid. Die laatste die online is gekomen met... mijn beste uitzetspulletjes voor een baby. Die is dus opgenomen met audio van de camera zelf. Dus die is niet echt top met audio. Maar hopelijk wordt het beter. Ik ga het straks even lekker proberen. En ik heb nog iets binnengekregen. En dat is voor Jola. Van Kipling. Nieuwe rugzakken die ze hebben. Kennen jullie deze nog? Die met die aapjes. Dat duimpje kan erin. En nou wil ik het ook nog erin ook. Ja, het kan. Kijk hem. Maar er zitten dus ook ingebouwde lichtjes in. En zo. En dan gewoon aan. Het gaat er goed in hoor. Zoete aardappel. Vindt hij wel lekker volgens mij. Voor lekker liggen, Jack. Voor lekker liggen. Hoi! Even lekker liggen. Even lekker liggen. Even lekker liggen. Even lekker liggen. Hoi! Kikkeboe! Hem eigenlijk straks even bekijken als het donker is. Ja, moet je kijken, dat is veilig voor als ze gaat fietsen en ze heeft hem op de rug. Of als ze op straat loopt in het donker. Wow, hey, die is wel heel vet. Hey, ik ben de hele avond aan het editen. Heerlijk, ik heb een video gemaakt over de must-haves die je echt moet hebben wanneer je babytje net geboren is. En ik probeer echt zo goed mogelijk alle dingetjes bij elkaar te verzamelen die ik echt zelf gebruikte. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. In ieder geval, ik heb hem nu afgeëdit. Het is 11 uur. Ik hang Jax nog heel even aan de borst. En dan ga ik lekker slapen. Morgen is woensdag gezellig. Komt Roos langs. En wat was er nog meer? Ik heb nog wat leuke dingen op de planning. Nou ja, dat zien jullie in de volgende vlog wel. Niet vergeten te kijken. Bye!